Gebiedsmanager voor Iskamp. Ik ben verantwoordelijk voor het gebied Erasmusveld. En ben vorig jaar onaangenaam verrast door het feit dat het Erasmusveld vanuit de gemeente in de ijskast is gezet. Dat heeft ook te maken met de veranderde opvattingen over gebiedsontwikkeling, het gebrek aan geld en misschien ook wel het einde van de maakbaarheid van grote delen van de stad op de traditionele manier. In de zin van dat de overheid daar aan het sturen zit en de overheid denkt van wat goed voor is. Dat heeft geleid tot een herziene strategie. Kun je samenvatten in ja, mits. Alles kan. Ook allemaal, want ik ben geïnspireerd door de ideeën die hier zijn. Die zijn overigens ook een belangrijk deel bij ons al natuurlijk geïncubeerd. In de zin van, of zelfs geïnitieerd. Daar is een projectleider, die André, is daarbij bij betrokken geweest. We zitten niet meer zelf op de driver's seat. De gemeente is in zoverre een beetje afwachtend. Dat is lastig. Want als het geld in overvloed is, de investeringskracht is er in overvloed, dan zit er zitten heel veel uitdagingen in, maar er zitten ook wel ingewikkeldheden in. Hè? Want we hebben niet alles zelf voor zeggen, want we hebben ook met grondeigenaren te maken, met sportverenigingen die misschien wel kunstgras willen. Je zei net nog wel iets interessants, dat de volkstuin, daar is het eigenlijk in het begin heel goed mee gegaan. Althans, we hebben daar die ommezwaai gemaakt. Volkstuinen zitten in de plannen verweven. Er is ook consensus met de volkstuinen en dat biedt dan gelijk wel weer. Als ik de andere plannen zie, ook wel die mogelijkheden om met de versmarkt en daarmee met de dingen te doen.